kilo wortelen. Oh, alle vitamines en mineralen die in de wortel zitten. Hallo. Wij gaan een kwartje maken. Kijk je mee, we maken deze. Wordt een lekkere taart zo. Ja, lekkere taart. Film het mij niet. Dus we hebben nodig dille, natuurlijk de bieten, ik weet niet hoeveel, dus we gaan zo even zien. Groentebouillon hebben we nodig. Citroen, dat had je al gezegd tegen de camera. Oh sorry hoor, ik was het zelf al even vergeten. Tadaa! Hierbij. Stroop je mouw op, want bieten, er komt allemaal rodigheid vanaf. Oh. Schat, wat ben je aan het doen hier? Opruimen. Ik wil nu kijken. Hoeveel tijd niet? Dit gaat weg. Sommige dingen moeten even vastgelegd worden. Mag ik dan zo gewoon in de krant zetten? Het is een soort van hetzelfde als in de krant als je in mijn vlog komt. Oké. Dus daarom. Ja, dat is iedere dag zo. Morgen komen onze nieuwe... Nieuwe product. Supplementen binnen. En gaat deze la weer netjes gevuld worden. Ik heb al heel veel oude meuk weggegooid. Zoals eiwitten die nog goed waren tot oktober 2015. En dingen die aangekoekt waren, bijvoorbeeld pre-workouts. Die je een tijdje niet gebruikt en waar vocht in trekt. Dat een soort afsluiten. Van die brokken waren geworden. Een beetje zoals. Oh, dit alleen dan. Bah. Dit kan je dus in het weekend doen. Lekker de la opruimen. Wat een heerlijkheid. Lekker clean. Pop. Oh, je hebt zo even gewoon. Joggingbroeken, sportschoenendag. En opruimdagje. En de volgende la opruimen. En dan kom je in de zomer achter dat je toch nog best wel veel pindakaas had. Blijkbaar. Koop ik heel vaak pindakaas, schat. Alles hoort en maken. Ja. Dit is papa pindakaas. En dit is mama pindakaas. En dit is, dit zijn alle vriendinnetjes. In alle soorten en maat. Ja, waar, wat je lekker vindt, daar heb je veel van. Hoezo, je hebt mij maar één keer. Wel met de TikToks begonnen hoor, dat wel. Ja, dus. Ik wel zijn dat de afterfoto iets anders eruit gaat zien dan de before, maar. Ja.
met Pepsi Cola. Oh, wat erg. Oh ja, en een duimpje geven als je het leuk vond. Of niet leuk, mag ook. En als je vragen al hebt of onderwerpen waarvan je het leuk vindt dat ik die ga behandelen. Typ ze even in de reactie hieronder. Dankjewel. Nou, jullie zullen er vast wel wat over langs zien komen. Dit is de Morning Boost en Night Cleans. En ja, we gaan het meemaken.